Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en ik ben aan het shooten voor de Bijenkorf. Hoe vet zijn deze oorbellen van Chloe? Dat is echt mega nice. Dus wat ben ik aan het doen? Ja jongens, ik ben weer thuis. Het weekend! Vandaag was een lange dag. Bijna, wat was het? 9 uurtjes. Hebben we geshoot, zodat hij voor het slechte licht. En nu ga ik mijn knoopboven doen, eten. Make-up eraf halen. Met de family chillen. Hi Sander. Hey, hoe are you? Hey, what you doing? Nothing. Nein. Cooking meals. Bibi en Oli al thuis? Nein. Oké. Okay. Oeh. En ik zei nog dat ik geen spaghetti wilde. Godverdomme. Ik had gehoopt dat ik tacos zou krijgen. Family life, baby. Nee, this is a joke. Look how yummy it looks. Wie er terug is van school! Van school! Olly wil elke dag Elsa luisteren. Oké, dansen Olivia. Olivia heeft dorst. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaan we vandaag doen? We gaan lekker te koken. Leuk hè? Koken. Goedemorgen, het is zondag en ik heb dit aan. Die Dior ketting. Dit pakje van Storage. En we gaan chillen. En dan straks gaan we naar Coco en Kato en Suus en Luli. We gaan niet vliegen, we gaan met de auto naar ze toe. Dan gaan we barbecuen, maar we gaan dus al in de middag omdat de kinderen elkaar zo erg gemist hebben. Dan kunnen ze alvast lekker spelen en Olly moet op tijd naar bed en koken en Kato ook. Wil je naar het dak? Wil je naar het dak? Ja. Als papa terug is mag je naar het dak. Dus ik ga even mijn make-up doen. Mijn huid is echt nog steeds super slecht. En I don't know why. Ik ben dus begonnen met dit te slikken. Misschien heeft iemand hier meer info over. Ik slik zo magnesium omdat ik heel moe ben. Dit ben ik omega 3. Want dat schijnt goed te zijn voor hormonen. En ik denk dat ik een slechte huid heb door hormonen. Dus I will keep you posted. En ik had ook veel vragen gekregen over wat ik een paar vlogs geleden in Parijs gekocht had bij de farmacie. Maar even kijken of ik dingen hiervan kan laten zien. Ik heb nog niet echt ook een duidelijk antwoord over wat nou goed is. Maar ik had dus dit gekocht. Sarah Bleed, Diafine. Dat is een soort van middel voor brandwonden. Mijn huid wordt in ieder geval niet slechter van. Dat kan ik wel zeggen. Want ik heb het dus op pukkels en zo ook gesmeerd. En het is er niet erger van geworden. En wat heb ik nog meer allemaal gekocht? Ik heb het idee dat ik een deel in Ibiza heb laten liggen. Want ik had alles meegenomen naar Ibiza. Tante Kay is op vakantie met Lua. Oh oh. Zo leuk. Oké, ik ga mee. Moet je mee op vakantie? Ja. Maar ze is wel even op vakantie, schatjes. Olly heeft trouwens weer geen luier op vandaag. Ik wilde even make-up gaan doen, maar ik ben gewoon continu mijn kwasten kwijt, Olivia. Oh oh. Mama is altijd mijn kwasten kwijt. Ik moet echt even nieuwe kwasten kopen. Als iemand weet welke kwasten chill zijn, let me know. Ik koop ze best wel vaak van nek, maar ik raak gewoon alles kwijt. Mag ik mee? Waar wil je mee? We gaan straks naar Coco en Kato, lieverd. Oké. Ik ben dus mijn blending kwast weer kwijt. Ga niet in de auto. Ga met de auto. Ga niet in de auto. Het palet dat ik gebruik van Huda. Ik gebruik echt van alles, kijk maar. Alles is echt super gebruikbaar. Ik vind deze kleuren zo mooi. Maar ik doe vandaag gewoon even natural. When we do it all again, you know that you got me.
Ja, hoe ga ik dit doen zonder blendingkwast? Dat is wel even de vraag. Oh nee, wat is er? Heeft iemand aandacht nodig? Wil jij nagellak op, Olivia? Ja! Zal ik dat doen met jou? Ja, nog weg. En jongens, neem even een make-up break. Ga even Olly's nagels lakken. Oké, okay, ik heb mijn make-up even snel afgemaakt. Nu is het geworden. Even snel gedaan. Ik ben nog steeds zo blij met deze ketting. Ik vind hem echt super nice. Deze tas mee. Dit is echt mijn kindertas voor het weekend. Omdat ik hem zo kan dragen. Die Balenciaga. En er kan super veel in. En dat is chill met een kind. Dan kan je zeg maar, heb je altijd allebei handen vrij. In plaats van dat er eentje over je schouder zo. Oké, wij gaan naar Bussum. We zijn weer compleet, jongens. Weer bij Suze en Lou gezellig. We zijn lekker in Bussum in de garden. En de kinderen zijn binnen aan het spelen met Sander. Er zijn bij ons ook zoveel wespen nu. Ja, wij hebben echt niet wespen. Daar. Ja, ik heb er één. Ja. En we gaan zo lekker barbecuen. Daar heb ik heel veel zin in. Mm-hmm. Gaan we ook hamburgers maken? Ik heb chipolata worstjes. We hebben voor jou speciaal een aantal worstjes. Ja. Oh, je bent zo'n goede zus. Ga maar daar staan. Ik ben zus. Ja, jullie zijn allemaal zus. Dansen. La 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 la. Dit is zo mooi. Ik wil even kijken met je kroon. Rondje draaien. Wauw. Wauw, dit is niet normaal. Kijk wat mooi. Een show doen, oké. Okay. Oh. Modeshow. La diddle 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 diddle. Ja? Oh, je bent heel mooi met je kroon. Oh mijn god. Heeft Coco jou zo mooi aangekleed? Ja. Oké, okay, de jongens hebben kippetjes gemaakt. Dan gaan we nu beginnen. Sander, wat heb je gemaakt? Wat heb je gemaakt? Wat heb ik gemaakt? Ja. En twee salatjes, ja. En kipsen. Nice. Zijn deze klaar? Eet smakelijk! Where are you guys going? Oh, dit is zo cool! Dit is zo cool! Wij zijn weer thuis. Het was heel gezellig hè, bij Suus en Lou. En Coco en Kato. Ik had ze zo gemist. Oh, we gaan naar boven. Let me go! Ik moet even mijn vlogcamera opladen. Dat was super gezellig. Nu gaan we naar bed. Because tomorrow is Monday and we need to be up early. We're gonna be rising. Heb je lekker koffietje gemaakt? Wil je een koffietje? Nee. En we gaan even vroeger uit. Dus ik ga mijn make-up eraf halen. And I see you guys tomorrow. Good morning, het is maandagochtend en ik ben nog wakker. Ik wilde hem even gaan opmaken voor kantoor. En ik ga dus van die iPads opdoen, waar ik best wel vaak vragen over krijg. Dus ik dacht, ik laat het even zien. Het is niet gesponsord. Maar ik gebruik dus, het zijn zeg maar fillers zonder naald. Er zitten allemaal micronaaltjes en het is in Japan is het zeg maar ontwikkeld. En ik heb best wel laatst tijd ingevallen met mijn ogen. Dus ik ga deze dingen even opdoen. Ik zal het even laten zien. Oké, okay, dus je begint met deze dingen. En dan doe je. Ik haal dan dus eerst snel dat pleistertje eraf, anders dan blijft dat zitten. Wacht even. Eén. Dan ga ik ze nog niet laten zitten. Dan ga ik even mijn tanden poetsen en zo. En aankleden. En dan ga ik me daarna opmaken. Oké, okay, ik heb mijn make-up gedaan. En ik heb deze top aan van Storage. En ik ga nu naar kantoor. Ik ben aangekomen in de office. En we hebben allemaal hele leuke dingen binnen van de Zenio. Ik weet niet of jullie dat kennen. Dat ga ik even leuk neerzetten. En dan ga ik het jullie laten zien. Oké, okay, ik heb de eerste lijstjes van de Zenio neergezet. Ik ben heel benieuwd wat jullie vinden. Ik wil wel even aangeven dat dit om een samenwerking gaat. Dan weten jullie dat. Dus ik ga het nu laten zien.
Kijk, ik heb een soort van onze nephaard een beetje gedecoreerd met van alles en nog wat. En deze vind ik echt zo vet, deze poster. En deze wilde een beetje roze en LA vibes in die office houden. En deze twee heb ik hier neergezet naast de moodboard. Superleuk. En ik heb ook een kortingscode voor jullie. Die is geldig van 24 tot 26 juli. En dat is de code, ik zal hem hier in beeld zetten, Queen of Jetlags. En daarmee krijg je 35% korting. Nu ga ik even een andere hoek nog decoreren. Oké, nu gaan we deze hoek verder decoreren. Ik heb deze twee er nu staan. Die is volgens mij uit Miami trouwens, die foto. Maar ik ga de rest er even bij zetten. Sander is gezellig even naar kantoor gekomen om te lunchen. We hebben wederom Jax. We zijn echt een lopende ad voor Jax. Spicy tuna broodjes, zo lekker. Gek lekker. Ja. Niet kwaad gekregen. Nee. Good morning guys, het is dinsdagochtend. En ik kom net onder de douche vandaan. En ik was gisteren vergeten de vlog af te sluiten. Dus dat wil ik bij deze doen. En wat ik even wil zeggen, wat heel belangrijk is. Volgens mij heb ik dat niet gezegd in deze vlog. Dit is een belangrijke mededeling. Is dat ik aanstaande zaterdag in de Bijenkorf in Utrecht een meet and greet ga doen voor Superga. Ik had er heel veel DM's over gekregen. Het is van 2 tot 3 in de Bijenkorf in Utrecht. En ja, je kan de Superga's daar passen en kopen. We hebben in principe alle maten. Dat hadden heel veel mensen gevraagd. Dus dat wilde ik even laten weten. En ik hoop natuurlijk dat jullie gezellig langskomen een uurtje. Om te kletsen en foto's te maken, et cetera. Ja, dus dat wilde ik zeggen. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie zondag weer.